WKE won gistermiddag in de slotminuut met 2-1 van HFC 21. Andy van der Meijde viel vlak voor tijd in en kreeg maar 10 minuten speeltijd. Dat lijkt frustrerend voor een speler van zijn naam, toch denkt de buitenspeler er anders over. Ik vind het niet zo erg hoor. Kijk, ik ben nu terugkomend van proberen op conditie te komen en zo. En, ja, was ik nou fit geweest, was het een ander verhaal geweest. Dan was ik waarschijnlijk in de auto gestapt, had ik thuis gezeten op de bank. Dus. Nee, maar nu is het gewoon, het is nog niet aan de orde dat ik hele wedstrijden speel. Ja, valt het jou tegen? Had jij van tevoren verwacht toen jij aan dit avontuur begon dat je eerder al wedstrijden zou kunnen spelen? Ja, het valt me wel tegen. Want kijk, mijn lichaam, als je 1,5 jaar niets gedaan hebt, kijk, die moet weer helemaal wennen aan dat je, ja, het slaat helemaal om in één keer. En ja, dat is gewoon een aanslag op je lichaam. En dan heb je overal pijntjes en zo. En daar moet ik even doorheen. En dan, ja, en dan moet ik proberen weer de volgende wedstrijden te staan. Dus. Hij komt van 1,5 jaar niet gespeeld. En de laatste maanden doet hij het gewoon enorm goed. In het begin heb ik hem toch wel voor de leeuw gegooid omdat ik in de baas laat beginnen tegen de treffers. Dan heb ik een terugslagje gehad. Wat spierpijn, wat kniepijn. Nou, langzamerhand goed weer naar de basis toe. Andy zelf en de trainer Hendrik Oosting zijn dus redelijk tevreden over hoe het gaat met de voormalige sterren van Ajax, Inter en Everton. Maar veel mensen beweren nu al dat Van der Meijde geflopt is bij de nummer 3 van de topklasse. Ja, mensen hebben toch altijd een oordeel, hè? Dus ik moet het zelf weten. Ik heb er niks mee te maken, dus ik doe dit gewoon om te kijken of ik nog terug kan komen. En of ik gewoon nog lekker kan voetballen. Kijk, als ik volgend seizoen nergens heen ga, blijf ik lekker hier voetballen. Ja. Dus ik heb het hier goed naar mijn zin, dus. De naam Andy is natuurlijk wel een grote naam in de voetbalwereld. Nou, we hebben daarom voor gehaald. En op een gegeven moment we hebben gezien, ja, we kunnen gelukje hebben dat hij 100% fit is. Nou, dat was hij niet. De afgelopen maanden werkt hij wel enorm hard. Dat hij nu langzamerhand weer fit begint te worden. Ja, je zegt dat al. Een grote naam, Andy van der Meijde. Was dat niet gewoon een publiciteitsstunt? Nee, waarom? Kijk, we behoren hem op zijn voetbalkwaliteiten. En zijn naam, natuurlijk heb ik dit zelf verdiend. Maar we willen gewoon heel graag Andy van der Meijde. We behoren hem als voetballer en niet als zijn naam. Hoe vaak heb jij de laatste tijd gedacht van, ik stop er gewoon helemaal mee. Waarom doe ik me dit zelf nog aan? Dat terugkomen? Nou, niet vaak. Misschien 1 keer heb ik dat wel gehad, even een terugval. Maar dat is normaal, denk ik. Als je dan ja, weer je lichaam overal pijntjes hebt. En ja, dat is even wennen weer. En daar moet je doorheen. Dus, maar dat is soms wel moeilijk. Maar daar word ik ook in gecoacht. Dus het is niet zo dat ik daar in mijn eentje achter alleen aan moet werken. Van der Meijde is dus nu exact 2 maanden bij WKE en heeft daarvoor 1,5 jaar geen wedstrijd meer gespeeld. Maar hoe ver is hij eigenlijk qua fitheid na deze 2 maanden? Ik kan nog wel een stukje vooruit. Ik denk dat ik misschien op 70% zit of zo, 80%. Wat ik kan zeggen, ik train elke dag. En je kan het zelf ook zien dat ik gewoon, als je de eerste wedstrijd ziet tegen de treffers, ja, na 1,5 jaar niks doen en dan in één keer hele wedstrijden spelen, ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niemand. En ja, nu voel ik me sterker worden en dat komt allemaal weer terug. Als je eerlijk moet zijn, dan zit Andy op 75%. Nou, als je 100% zal hij misschien niet meer worden door zijn blessures, maar ik hoop wel dat hij langzamerhand fitter gaat worden zoals nu. En als hij dan fitter gaat worden, dan heb je gewoon kwaliteit en dan hebben we ook echt wat aan hem. Je hebt een aflopend contract. Heb je al je gesprekken gehad met de club? Ja, we zitten na te praten over 6 ton wou ze geven. Dus nee, grapje. Maar nee, we gaan donderdag ga ik weer praten met de trainer. En dan zien we wel. Misschien word ik wel weggestuurd, wie weet. Wat wil jij zelf? Ik wil wel hier blijven hoor. Ja, ik heb het goed naar mijn zin. Dus, en ik denk dat we er wel uitkomen.